Terwijl de internationale gemeenschap in Parijs de oorlog verklaart aan Islamitische Staat, veroordeelt de Limburgse moslimgemeenschap voor het eerst de gruweldaden van de islamstrijders. Tot nu toe hadden de moslims zich nog niet openlijk uitgesproken over de onthoofdingen, de massale slachtpartijen en de Limburgse jongeren die naar de oorlog trekken om eraan deel te nemen. Twee Limburgse moslimleiders roepen de jongeren op om niet mee te gaan vechten met Islamitische Staat. Ook Limburgers vechten in Syrië. De 20-jarige Younes uit Genk zou uw buurman kunnen zijn. Hij dook vorige maand op. Als cameraman filmde hij deze gruwelijke video over de foltering van een Japanner in Syrië. Voor de eerste keer nemen twee Limburgse moslimleiders met aanzien en een voorbeeldfunctie duidelijk afstand van de blinde terreur en het extremistische gedachtegoed van IS, Islamitische Staat. Ali Çağlar, schepen in Genk en voorzitter van de Turkse Unie, verwoordt het zo. Nu, de standpunt van de Turkse Unie is duidelijk. Wij veroordelen zulke terreurdaden. Ik denk dat er geen enkele moslim is die zoiets kan goedkeuren. Laat staan dat islam zoiets voorschrijft. Ook Hassan Amaglau, provincieraadslid en vertegenwoordiger van de Marokkanen in Limburg, laat er geen misverstand over bestaan. Het is vanuit een bepaalde idealen gegroeid, maar is echt wel heel snel ontspoord tot mensengruwel en eigenlijk afschuw. Waarom heeft het dan zo lang geduurd voordat de gemeenschap, jullie gemeenschap, zich afgezet heeft tegen deze gruwel? Ik denk dat wij altijd ons afgezet hebben. Alleen heeft dat nooit de media bereikt of de media is nooit naar die berichtgeving op zoek gegaan. De sensatie van onthoofding, jammer genoeg. De Limburgse moslimleiders steunen beide ook het feit dat ons land zal deelnemen aan de internationale coalitie om Islamitische Staat desnoods van de kaart te vegen. Ik denk dat wij als mens bondgenoot zijn om zulke terreurgroepen samen te bestrijden, ondanks onze geloof. Wel, ik denk dat bewuste, denkende Marokkaan of moslim of burger in deze samenleving niet anders kan dan te zeggen dat we eigenlijk moeten ingrijpen. En dat Limburgse jongeren in Syrië gaan vechten, raden ze ten stelligste af. Ja, ik denk dat niemand dat kan goedkeuren. Ik denk dat dat een zeer slechte zaak is dat de jongeren daar gaan strijden. Het is belangrijk dat de jongeren onderwijs volgen, dat ze hier een toekomst opbouwen. Individueel daar iets gaan doen heeft eigenlijk geen zin. Je brengt je eigen in gevaar. Je bent zelf dus eigenlijk hopeloos verloren in het menigte. En ik denk dat je heel wat leed aanbrengt, zowel voor je eigen familie als gezin, maar ook in je eigen gemeenschap waarin dat je leeft. Of dat nu de Marokkaanse gemeenschap of de Vlaamse gemeenschap. Ik denk dat dat littekens brengt in de samenleving en dat moeten we zien te vermijden. Het afnemen van de Belgische nationaliteit van Limburgse Syrië-strijders die terugkeren vinden ze geen goede zaak. Ze zijn Belg, laat ze Belg zijn en berecht ze als ze een misdaad begingen, zoals alle Belgen, voor een Belgische rechtbank.